We zijn hier in het opleidingscentrum en dit is mijn leermeester Gert-Jan. Een monteur doet onderhoud aan een ketel, zodat er zo min mogelijk storingen optreden. Ik zet altijd één bout erin, voor het geval dat er wat vuil in de gasleiding valt. Oh ja. Het is belangrijk dat je dus de techniek wel in je hebt. Zonder een technische knobbel wordt het erg lastig. En het omgaan met klanten, dat is heel belangrijk. Je vraagt of er problemen zijn. Je haalt alles uit elkaar en kijkt op lekkages en veiligheid, koolmonoxide-lekkage. En je zorgt dat alles goed achtergelaten wordt als je de deur uitloopt. Zorg dat het rubbertje altijd aan is, dat er geen gassen kunnen ontsnappen. Vooral ook als je bij oudere mensen, dan zit het dan toch weer om een praatje vergelegen. Dan zeg je, ja, moet je koffie drinken en dan kom je bijna niet meer weg, zeg maar. Dan kan je niet het ringetje straks aan de bovenkant, hè? Ja, ja, vast is vast. Het is rubber, dus... Nou gaan we nu meten op gaslekkage. Dirk is leergierig, fanatiek. Hij pakt de dingen snel op. Ook de dingen die je hem leert, daar doet hij wat mee. Hij maakt fouten, dat geeft niet. Dat mag. Als je dan klaar bent met je onderhoud en je meet op gaslek, dan weet je in ieder geval dat het in jouw handelingen gezeten heeft. Dus er zit gewoon ergens hierin. Dan is het wat makkelijker te vinden. Dopje erop, is ook belangrijk. Het moet allemaal weer exact zo teruggebracht worden zoals het was. Gert-Jan die weet best veel van het vak af. Hij heeft ook heel veel geduld met me. Ja, hij zorgt wel dat ik er kom. Het is hartstikke leuk om jonge mensen het vak waar je zelf heel veel passie voor hebt, om dat jonge mensen te leren.